Wouter van der Steen, jullie krijgen Sparta op bezoek, inclusief 1500 Sparta-fans. Maar dat gaf jullie volgens mij enorme motivatie. Ja, op voorhand natuurlijk. Je weet dat Sparta op bezoek komt, dat hij een ploeg die voor het kampioenschap speelt. Flink wat aanhang meeneemt. Ja goed, dan leeft er natuurlijk wel iets in de groep in die week na deze wedstrijd toe. Van ja goed, dat is allemaal leuk en aardig, maar je wilt niet dat zij hier op ons veld een feestje gaan vieren. Bovenop dat wij ook nog echt wel iets hebben om voor te spelen als wij nog de 5 wedstrijden op voorhand die nog te gaan waren. Nog goed resultaat halen, dan hebben we nog kans, theoretisch een kans om play-offs te spelen. Ja, dat bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat we denk ik vandaag een behoorlijke prestatie hebben geleverd. En dan hebben jullie nog niet eens een complete selectie? Nee, klopt. We missen heel wat jongens. Maar ja goed, die kunnen toch niet meedoen, dus dan moet je het gewoon doen met de jongens die je hebt. Ja, word je denk ik ook wel geholpen door de vroege voorsprong. Goede goal van Kerken die zijn snelheid goed benut. Ja, dan gebeurt er ook wel iets in het stadion. Dan is het jammer dat je dat niet langer kan volgen, dat die gelijkmaker toch relatief snel valt. Maar ik denk dat we daar eigenlijk 90 minuten lang als blok en als team echt uitstekend gefunctioneerd hebben. En dan, dan is het jammer dat je niet die grote kans net nog eens met Koude de Reuver en het eigen penalty moment met Mounir, dat je niet benut, want had je zo nog maar met 2-1 kunnen winnen. Ja, dat wou ik net zeggen, want ik zei het ook tegen Girano Kerk. Zaten er misschien wat meer druk, wat meer kansen? Nou, daar kwam jij dan in actie, maar jullie hadden de beste kansen, denk ik. Ja, zo is het ook. Daarom valt op zich denk ik het gelijkspel wel te billijken. Zij het overwicht en de meeste mogelijkheden en wij twee gigantische kansen om uiteindelijk als winnaar van het veld te stappen. Maar moet ik wel zeggen dat toch het trotse gevoel wel overheerst dat we hebben een moeilijke fase gehad na de winststop. Dat je dan in een wedstrijd waar toch wel echt naar gekeken wordt in heel Nederland, Sparta kan kampioen worden. Dat we dan aan ons als Helmond zijn het toch goed verkocht hebben. En daar ben ik al trots op de ploeg. Ja, en jij jezelf ook goed verkocht hebt voor zover je daarvan kan spreken. Want je zat lekker in de wedstrijd. Ja, het begin was wat moeizaam. Bracht ik wat jongens wat in problemen. Ik denk dat ik daarna goed herpakt heb. En het is fijn dat je belangrijk kan zijn voor het elftal. Ja, kijk je dan ook alvast naar volgend seizoen? Omdat je weet van misschien toch eens verder kijken? Ja, zo is de situatie nu ook. Mijn contract loopt af. Dus ik heb aangegeven bij de club dat ik graag even verder wil kijken. En dan is het afwachten wat er de komende tijd al dan niet gaat gebeuren. Dan helpt het wel dat een wedstrijd die door heel Nederland bekeken wordt, dat je er lekker in zit. Ja, goed. Dat is nooit mis natuurlijk. Nee, dat geeft ook wel een fijn gevoel. Dat is prima. Daar is niks mis mee. Ja, nu nog die laatste wedstrijden. Je zei net van we probeerden voor deze wedstrijd, gingen we echt nog wel voor die laatste kans. Hoe zie je dat nu? Ik bedoel, het geeft wel een boost. Nee, absoluut. Ja, ik weet ook nog niet wat de uitslagen waren. We zijn op de andere velden. We hebben op zich een programma waarin wel, denk ik, wat te halen valt. En laat dit dan in ieder geval een stimulans zijn en een boost geven. En ook een bevestiging naar de jongens van, ja jongens, als we dit dus op de mat kunnen leggen, dan moet er nog een hoop mogelijk zijn. Nou, als je dan wat wedstrijden nog wint, dan is aan het einde van de rit dan kijken waar we staan. En of dat nog een play-off plek, of dat er nog in zit.